dit is zeker een geweldige dag voor ons, omdat het heel fijn is om voor onze Paralympische deelnemers die mogelijk geselecteerd gaan worden in Hoofddorp zeg maar deze dag te kunnen aanbieden. Wij hebben een aanvraag ingediend bij het Schipholfonds, omdat wij het belangrijk vinden dat we mensen met een handicap ook kunnen laten paardrijden. En op deze manier, door het bij het NK dressuur te trekken, kunnen we laten zien dat zij ook op zeer hoog niveau kunnen presteren. Wat ik leuk vind is dat je samen met je paard gewoon heel fijn kan trainen. Je moet samen echt een duo worden, want ja, anders kan je niet iets bereiken en dat vind ik gewoon heel mooi. En weet je, hij kan een dag geen zin hebben of ik kan een dag geen zin hebben en je moet dat toch samen in, samen. Met samenwerking moet je dat voor elkaar krijgen om het zo goed mogelijk te presteren. Echt als een kleine teamsport met z'n tweeën. Voor de parasport is het zo ongelooflijk belangrijk dat bedrijven met maatschappelijke doelstellingen, zoals het Schipholfonds, de parasport en voor ons de paradressuur mogelijk maken. Het paradressuur houdt natuurlijk toch meer rekening met de handicaps die de ruiters hebben. En daardoor liggen de niveaus ook iets lager. De niveaus zijn gemaakt naar de handicaps. En ik denk dat dat een beetje het verschil is. Maar ja, desondanks is dat voor ons natuurlijk ook wel net zo hard topsport als de gewone dressuur. Wat maakt jouw paard zo goed? Dat hij gewoon lief is en eigenlijk in de ring altijd voor me gaat. Dus ja, dat maakt hem geweldig en goed. Zie je, je schudt ja, hè?